De staat heeft het kort geding tegen de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname als gewonnen. De rechter heeft vandaag de vordering van de staat toegewezen, waarin is gevraagd BVL en de ALS te verbieden om weer in staking te gaan. De vordering van de BVL-ALS is hiermee ook afgewezen. De bonden hadden geëist dat er 1 miljoen SRD per uur betaald moest worden indien de staat haar afspraken niet zou nakomen. De rechter heeft ook beslist dat indien de onderwijsbonden het vonnis naast zich neerleggen, zij een dwangsom moeten betalen. De BVL en ALS willen eerst het vonnis op schrift zien, alvorens aan te geven wat de vervolgstappen zullen zijn. Of als er hoger beroep aangetekend zal worden. De leden van de bonden zullen gauw worden geïnformeerd over het vonnis. Het is onze nieuwsdienst niet gelukt Wilco Valies te bereiken voor een statement.